Wat in Middelburg kan, dat kan niet. Dat vind ik echt een hele mooie titel, Christian. Want, laten we even beginnen bij het begin. Wie ben jij? Christian Blaha, die heeft altijd achter de coulissen gewerkt. Ja. Dus die ken je ook niet zo goed. Maar ik heb muziek gestudeerd. Een aantal hoofdvakken op het consortium. Piano, directie en compositie heb ik gestudeerd. Afgestudeerd. Een aantal masterdiploma's gehaald ook. Ik heb ruim 10 jaar gestudeerd, dus dat kon toen nog. Ja, ja. En wat doe je dan als werk nu in Middelburg? Ik leef eigenlijk als vrij scheppend kunstenaar, als muzikus. Ja. Ik schrijf composities, ik maak arrangementen voor allerlei verschillende mensen, ook in de lichte muziek, ook in de popmuziek. Dat vind ik dan wel interessant, want de popmuziek daar had ik je eigenlijk nog niet aan gekoppeld, maar dan... Ja, dat doe ik ook. Ik heb voor die band Peer Band heb ik bijvoorbeeld arrangementen gemaakt. Oh ja? Nu ben ik weer bezig met J.P. de Klerk, dat is hier ook. Oh ja, ja, die was een tijdje terug, kwam die ook voorbij besluit. En dat was in de Oostkerk. Ah ja, leuk. Ja, maar ik wist helemaal niet dat jij dat deed. Ik heb schrijversarrangementen voor gemaakt, onder andere. Oh, wat gaaf. Voor Glennis Grace heb ik dingen gemaakt. Rick Mol, die zit meer in die geïmproviseerde muziek. Het zijn allemaal zeeuwen. Ik heb Peter Slager, heb ik een keer een project gedaan. Dus dat is allemaal buiten die klassieke wereld op. Maar ik heb ook in de klassieke wereld, ik heb voor het Limburg Symphony Orkest heb ik gecomponeerd, voor het Nederlands Promenade Orkest. Op een gegeven moment ben ik ook in aanraking gekomen met het archief van Nieuwe Muziek, Jeugd en Muziek. Ja, wat in Middelburg kan, dat kan niet. En het is super interessant, want ik heb heel veel moeite gehad, of heel veel moeite. Gewoon de hele scene in Middelburg die een beetje wat kunstzinniger is, van of het nou de Vleeshal is tot de nieuwe muziek in de jaren 80, altijd een beetje moeilijk voor mij. Wat is hier nou precies gebeurd en wat was de impact ervan? En heel veel mensen hebben tegen mij gezegd, nou, jij vergist je echt hoe belangwekkend het was wat er allemaal gebeurd is. Ja. Maar jij hebt dat heel goed samengevat in een behoorlijk dik boek. Dat komt in mei komt het vrij beschikbaar op internet. Ja, het is een dubbele versie eigenlijk met een appendix en een hoofdtekst. In Zeeland had je weinig. Cultureel gebied. Welke tijd begint eigenlijk? Wat heb je precies onderzocht eigenlijk? Nou kijk, hetgene wat ik heb onderzocht is de organisatie Jeugd en Muziek, Nieuwe Muziek. Dat was een organisatie die Jeugd en Muziek, een internationale organisatie, die begon na de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk en België is die opgericht om de jeugd na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog in aanraking te brengen met klassieke muziek. Met Beethoven, Haydn, de klassiekers. Ja. Langzamerhand ging die organisatie, dat was een internationale organisatie, kwam overal in de wereld, in allerlei landen werd dat idee geadopteerd. En op een gegeven moment ook in Nederland. Toen kreeg je de eerste, werd de Jeugd en Muziek Nederland opgericht. Toen kreeg je allerlei afdelingen in Nederland ook. Dat was in 1948, vanaf 1948 in Nederland. In 1959 begon de eerste Zeeuwse afdeling, dat was in Hulst. In 1961, twee jaar later, begon het in Walcheren. Op Walcheren werd dat ook opgericht hier. Het was allemaal heel braaf. Dansavonden, muziekavonden voor de jeugd. Op een gegeven moment werd ook het Zeeuwse Jeugdorkest kwam daaruit voort, uit die organisatie, in combinatie met de Zeeuwse Muziekschool. Het was allemaal op amateurbasis. Er werden ook wel landelijke sprekers uitgenodigd om de jeugd een beetje in contact te brengen met allerlei soorten muziek. Maar het was vrij braaf en gezapig allemaal. Advant Veer, die later de grote motor achter het gebeuren werd, die was toen al wel actief, als amateurpianist ook. En hij heeft als penningmeester heeft hij die stichting ook begeleid. En vanaf 1969, toen kwam de grote sprong, toen werd het Jeugd en Muziek
Zeeland werd geprofessionaliseerd. Ad van het Veer werd de directeur van nieuwe muziek, of van jeugd en muziek. En het roer werd omgegooid van brave, gezapige inhoud naar hardcore avant-garde. En dan niet alleen maar op muziekgebied, maar ook beeldende kunst, film. Alles wat een ander niet doet, dat was de slogan van jeugd en muziek. Alles wat een ander niet doet, dat doen wij. Ja, en wat ik daar dan, weet je, dat vind ik dan wel interessant, want dat gaat, en toen had je natuurlijk de jaren 80 of 90 misschien zelfs nog, en dan had je de nieuwe muziek en de Cloveniers Doelen toen de tijd. Maar in jouw boek komen ook gewoon dingen voorbij als de Beuk en dat soort, de jongerencentra. Ja. Het speelde zich echt door heel de stad af, hè? Het was veel meer dan alleen maar in ruim. Dus, de Cloveniers Doelen, daar kwam het later. Dus het begon in 1969, werd het geprofessionaliseerd, die afdeling, of die jeugd- en muziekafdeling. Die scheidde zich ook steeds meer af van Jeugd en Muziek Nederland, werd autonoom. Deed alles wat een ander niet deed, dus bracht hier naartoe hetgene wat hier niet was. Avant-garde film, filmhuis, experimentele films. Hetgene wat je hier had was de City. In Vlissingen had je, hoe heette dat ook alweer? Alhambra. Ja. In Goes had je ook nog zo algemeen, zo'n mainstream. Maar waar werden deze films dan verteld? Die films, nou ja, wat er in de films. Wat er in die bioscoop werd laten zien was Hollywood films en s'nachts een beetje porno. En ja. Daar haalden ze dus hun maar geen cultfilms. En dat was hetgene wat jeugd en muziek bracht. Het eerste Zeeuwse filmhuis werd opgericht door jeugd en muziek. Ze brachten hier naartoe al die beroemde theaters, Bergtheater, Mickery Circuit, dat werd hier allemaal naartoe gebracht. Het theater op locatie, het idee van de slogan eigenlijk is van het Nazomerfestival of Theater Zeelandia nu. Dat werd in die tijd al allemaal gedaan. Dus wat dat betreft zijn eigenlijk de hele vernieuwing zat hem in de jaren, eind jaren 60 dan? Ja, eind jaren 60 begon. Jeugd en muziek heeft eigenlijk een soort milieu geschapen voor film, voor beeldende kunst, voor nieuwe muziek. Want ik ben dan vooral benieuwd, hè, en er zijn natuurlijk heel veel evenementen geweest die vooral de oudere mensen zich nog herinneren. De gasten die 30 waren, 68, die zijn al een stuk verder weg. Ja. Maar wat proeven we er nu nog van? Want kijk, ik heb natuurlijk allerlei namen gelezen. En je had de wereld van Marinus Boezem tot noem maar op. En we zien nog ook allerlei dingen in de stad. Maar bijvoorbeeld de vleeshal, heeft dat daar nou ook iets mee te maken? Of? Nou, het was zo dat je had dus, wat ik zeg, vanaf 1969 begon dat jeugd en muziek dus als professionele organisatie te werken. In 1977 kreeg je de Stichting Forum van Marinus en Rotterdam. Precies, ja. Boezem. Eind jaren 70 begon ook de Vleeshal, onder William Verstraeten, dus als beeldend kunstorganisatie, ook een bekende naam, te maken. En die drie werden ook wel de Milbusse kunstdriehoek genoemd. Ja. En dat was, er werden kunstenaars van naam, internationale grootheden, werden hier naar Middelburg gebracht. Die kregen opdrachten vanuit Middelburg. Kunst op locatie te maken, om composities op locatie te maken. De Zeeland Suite van Leo Kuipers is bijvoorbeeld een van de belangrijkste werken in de Nederlandse jazzhistorie, komt voort uit. Is dat zo? Vind jij dat? Of vindt dat iedereen die met jazz bezig is in Nederland, vindt dat? Daar stonden de dagbladen vol van wekelijks, zodra het festival Nieuwe Muziek was in de zomer. 3 weken, 4 weken lang hardcore avant-garde marathonconcerten van 12 uur 's middags tot 2 uur 's nachts.
dagelijks. Stonden de kranten, NSC, Volkskrant, hier heel veel... We stonden echt wat dat betreft op de kaart. Hè? Dus wat dat betreft zijn er heel veel goede dingen gedaan. Zeeland was om drie redenen was dit heel belangrijk. Kon dit ontstaan? Ten eerste omdat het politieke klimaat was een klimaat wat... uitging van het experiment in de kunst waar ook dingen mochten mislukken, waar niet het neoliberale idee was dat kunst per definitie geld moet opbrengen, want dat is natuurlijk absurd. Kunst moet geen geld opbrengen, kunst moet mensen aanzetten tot het leiden van een beter leven, inspireren als een metafoor zijn voor het leven. En dat is onbetaalbaar, dus omdat te denken dat dat iets moet opleveren. Het levert iets op, maar niet op een manier die langs de economische meetlat gelegd moet worden. Want, nou, wat er natuurlijk ook wel vaak gezegd werd bij nieuwe muziek en dergelijke, van ja, het is echt voor een eliteclub. Het is voor een klein gezelschap. Mm-hmm. En ik ben wel eens door Connie van de Vriendschap, die heeft me er wel eens haar fijn uitgelegd van ja, maar je moet ook goed snappen wat dan internationaal of nationaal de impact is van dingen. En hoe belangrijk dat is voor een stad. Maar ja, je bent toch heel snel geneigd als je naar een concert gaat van hoeveel mensen zijn er. En natuurlijk, dit soort muziek is geen populaire muziek in die zin dat het hele volle zalen trekt. Oh ja, het waren natuurlijk, wat ik zei, dus je had drie pijlers. Dus die eerste pijler dat het hier kon ontstaan was ten eerste die pijler dat het politieke klimaat werkte mee. Het was een experiment. Het experiment stond centraal, er werd zelfs een experimentfonds opgericht voor kunst in eind jaren 60 hier in Zeeland om het gat te dichten met Nederland, om hier meer kunst naartoe te brengen. Ten tweede, wat jij dan nu zegt, dat het een elite gezelschap was, gedeeltelijk wel. Omdat je hier weinig in Nederland had, dus punt 2 eigenlijk waarom dit succesvol was, omdat in Nederland was er nog heel weinig op dat gebied. Ja. Je had in Amsterdam had je het Holland Festival, Amsterdam omstreken, die deden eigenlijk hele grote producties. Hier werd alles in klein gedaan, maar klein maar fijn. Want veel kunstenaars die kwamen dus ook, dat heb ik eerder wel gehoord, ook van jou volgens mij, dat ze graag naar Zeeland kwamen, omdat er hier inderdaad, nou ja... Hier gebeuren dingen, wat in Middelburg kan, dat kan niet. Of, wie zijn uitspraak was dat? Nou, dat is de uitspraak van Frits Lagerwerf. Dat was een jazzjournalist die hier elke zomer naartoe kwam, voor de Trouw schreef. Onder andere en allerlei jazzbladen. Wat in Middelburg kan, dat kan niet, was dus eigenlijk het idee... dat eigenlijk in Middelburg dingen gebeuren die nergens anders gebeuren, ten eerste. Ten tweede was het ook een uitspraak dat je met je mond open, de mond valt open als je hoort met wat voor budgetten er werden gewerkt. Ja, dat is bizar. Ja. Waar in Amsterdam kreeg je op een gegeven moment de ijsbreker, dat was dus een soort nieuw muziekcentrum van Jan Wolf. Die had dat daar opgericht in Amsterdam. Die deden ongeveer dit soort dingen. Die hadden ook heel veel ideeën, kaapten ze hier vandaan. Die werkten met budgetten die 20 keer zo hoog waren ongeveer. Ja. Die werkten met 2 miljoen per jaar. En hier in Nieuwe Muziek werkte met een ton ongeveer per jaar. Waar ze echt werkelijk alles van deden. Inclusief de salarissen voor de manager enzovoort. De hele programmatuur. Dat ook, wat de Middelburg kan niet, ook vanwege budgetten. De hoge kwaliteit die werd geleverd met bizar lage budgetten. Het was in ieder geval dus gewoon bijzonder wat hier gebeurde. Ja, naast de politieke situatie, dus dat het experimentele er was. Ten tweede dat er weinig was in Nederland nog, dat dit iets was wat heel origineel was en mensen trok van buitenaf, was er nog een derde element dat heel belangrijk is. En dat was de chemie van direct betrokken mensen die een kleine club die jeugd en muziek eigenlijk belangrijk maakte. Dus dat waren Willem Buijs als
grafische ontwerpen. Zijn ontwerpen zijn dit onder andere. Dit zijn de officiële logo's van Jeugd en Muziek en Nieuwe Muziek. Ja, die zijn heel herkenbaar. Ja, ja, dat was Nico van den Boesem als beeldend kunstenaar. Maar die zat ook in, de, in het bestuur van Jeugd en Muziek. Dus het was een kunstenaarsbestuur. Alle geld voor de kunst. Daar had je nog Jeffrey Match, de grote avant-garde pianist die ook de contacten had met die grote componisten ook, die ze persoonlijk kende. Die schreef ook stukken voor hem. Hij was ook adviseur voor de stichting. Dus een, ja, iemand die hier als een soort van goud, goud binnenviel en dat ze omarmde. Met beide armen en je had toen ook Ad van Veer die de hele zaak bij elkaar als een soort ja, maar dat is echt wel de klinkende naam in dat hele gebeuren. In het web ja. Was hij en dus die groep van die vier mensen onder andere, dan had je nog schoenmakers Gerrit, onder andere die dus vanuit de politiek ook hier dit gunstig gezind was, dit, dit initiatief deze organisatie werkte dus heel nauw samen met de Stichting Forum van Marinus Boesem. Dus bijvoorbeeld de hoffotograaf van deze stichting was ook de hoffotograaf van Forum. Ja. Wim Riemens, de grote connoisseur eigenlijk. En hij heeft de stad eigenlijk een gezicht gegeven ook, uit die tijd, een tijdsbeeld met zijn zwart-wit foto's eigenlijk, tijdsbeeld zo geschetst. Maar we zitten al gauw 20 minuutjes, hè? Dat gaat vrij snel. Maar als jij, wat was je conclusie? Want staan al die dingen die toen zijn gebeurd, staat dat nu nog steeds als een huis? Of is dat, Nou, de conclusie is dat hier dus dingen zijn gebeurd wat Middelburg kan, dat kan niet. Dat kwam alleen maar omdat de mensen waren die daarin geloofden, in hun eigen kracht. En in de omgeving geloofden. Want die zaken zijn dus gebeurd juist hier, omdat de stad erbij werd betrokken. De omgeving, de unieke omgeving van Middelburg in de luwte. Wat ze in het Engels zeggen, de splendid isolation, speelde een grote rol. Dat zoiets hier heeft kunnen gebeuren. En het was het geloof van die mensen in de eigen kracht. Dat je hier kunstenaars naartoe kan halen die voor een klein budget grote dingen doen met muziek. Waar je bij een concert gewoon ernaast kunt gaan zien. Ja, ja, dat en dan bijzonder, daarna ja. Kunt zeggen van, hey Morten, wil je een biertje of zo? Zijn er nu ook mensen, denk je, die op dit moment bezig zijn met weer zoiets creëren? Of... Ik ben wel met ideeën bezig om aan dit proefschrift en aan de inhoud daarvan een vervolg te geven. Ja. Ook met dat zaken een vaste plaats krijgen. En ook vanuit die geest... die hier geweest is om dat ook weer te laten herleven op een manier die past bij deze tijd ook. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook, het is een afspiegeling. Kunst is een metafoor voor het leven en niet een museaal aspect. Het is leuk dat orkesten allerlei oude werken steeds in herinnering brengen. En het is het verzorgen, de zorg voor het verleden is natuurlijk belangrijk. Aan de andere kant moet je het moment niet vergeten. Moet je de hedendaagse kunst, we zijn mensen van vandaag, dus de kunst moet steeds vooruitwijzen, is eigenlijk een soort profetisch gegeven voor de mensen van hoe het leven eruit kan gaan zien. Nieuwe ideeën worden heel vaak door grote kunstenaars aangeleverd. Opeens begrijp ik nu dat ik zeg dat een wat oudere journalist die al met pensioen is, maar die zag ik laatst echt een beetje klagen op Facebook. Altijd als ze nu popoptreden zijn, het ging wel over popmuziek. Het zijn allemaal van die coverbands die alleen maar muziek spelen uit de jaren 60. Alleen maar, en mensen betalen eigenlijk gewoon een normale entreeprijs voor coverbands. Die, Nou ja, het is interessant om die muziek te laten herleven. Maar altijd met het doel, denk ik, om de genialiteit die in die tijd werd geponeerd, om die eruit te lichten. En in een nieuw licht te plaatsen nu,
zodat er weer iets nieuws ontstaat. Ja, die ja. vernieuwing, die continue drang, die, die interesse voor het nieuwe. Ik word heel moe van steeds maar hetzelfde doen en steeds maar hetzelfde horen. Dat avontuur aangaan, dat is eigenlijk hetgene waar het om gaat. Denk ik. Ja, nou, dat deden zij heel goed. Ja. En tot slot, want nu zitten we in het Zeeuws Archief, maar hoe lang heb je gewerkt aan het proefschrift? Een jaar of vier, vijf? Het schrijven heb ik ongeveer 2,5 jaar gedaan. Daarvoor heb ik ook zo 2,5 jaar onderzoek gedaan. Dus de hele zaak heeft tussen de 5 en 7 jaar geduurd. Dat is echt best wel lang. Maar je bent ook, want de archieven liggen wat verspreid, begrijp ik. Er liggen een paar dingen in de bibliotheek en in het archief. Ben je ook? Ja, het geluidsarchief ligt in de catalogus van de Zeeuwse Bibliotheek. Ja, ja, ja. Hier in het Zeeuws Archief ligt het correspondentiemateriaal, brieven enzovoort. Maar goed, jij hebt het onderzoekwerk gedaan en kijk, het boek is uit. Kunnen mensen het boek ook kopen of is dat, werkt dat niet zo? Ja, ik heb die proefschriften laten drukken onder andere, dus er is ook een mogelijkheid om dit te bestellen bij mij. Dat kan. En dat kan via een website? Of, Ja, je kunt me mailen. Oké, dan zal ik een mailadres erbij zetten. Ja. Maar je hebt natuurlijk, het is ook de gratis tijd. Het komt beschikbaar uiteindelijk digitaal bij de Universiteit Utrecht. Toch? Ja, dat is ook zo. Is zo'n repository. En dan kan je in ieder geval. Nou, het leuke is als je dat in de hand hebt, het is best wel zwaar. Het is echt een boek, ja. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik ben. Als ik niet op vakantie ben, dan kom ik gewoon slecht toe aan boeken. Maar ik ben erin begonnen. Het is echt interessant. Er staan echt hele interessante weetjes. Het is een chronologie, dus een doorlopend verhaal over Zeeland en met name over Middelburg. Het is cultureel erfgoed dat erkend moet worden. En dat een plaats moet krijgen. Is dat nu nog te weinig zo? Eigenlijk hetgene waar het doel ook om om dit te laten zien dat dit cultureel erfgoed is en dit moet een plaats krijgen. Het archief moet een plaats krijgen, het moet toegankelijk worden ook. Mensen moeten zien wat hier gebeurd is. Als ik de encyclopedie van de 20e eeuw ga pakken. Dan moet het gewoon een. Ja. En dan kijk bij de componisten. De rij van belangrijke componisten zijn bijna allemaal hier in Middelburg geweest, hebben zelfs opdrachten gehad van Middelburg. Het is ongekend wat hier geweest is, niemand weet het meer, het staat hier allemaal in. Nou, dan gaan we dat lezen en dan zouden we misschien moeten afsluiten met de zin wat ooit in Middelburg kon, dat zou straks weer moeten kunnen. Is dat een mooie? Dat moet blijven kunnen. Nou, dat is heel goed. Dankjewel voor je toelichting en we spreken elkaar weer wel. Ja.